Alsof ik gisteren niet tot 2 uur 's nachts met druppeltjes mijn speech voor vandaag heb voorbereid. Nee, dat krijgt u niet te zien. Spread satura, de schijn van moeiteloosheid. Hoe word je een charismatisch spreker? De Universiteit van Nederland presenteert retoricus professor Dr. Eugène Sutorius. Hoe word je een charismatisch spreker? Hangt er vanaf. Het hangt er vanaf, dames en heren. Wie bent u? Wie bent u? Bent u deskundig ergens in? Bent u charmant? Bent u betrouwbaar? We spreken op dit moment over het ethos in de retorica. Ethos gaat over de spreker. Ethos is de krachtigste, het is niet te geloven, van alle overtuigingsmiddelen. Ethos is niet wie u bent. Ethos is wat wij denken dat u bent. Want het is retorica, het gaat over de schijn, de indruk, de reputatie. Niet over een test van binnen. Uitstraling. We hebben uitgevonden, de oude Aristoteles al, want de retorica is natuurlijk gefundeerd zowel in de moderne empirie, de cognitieve wetenschappen, breinwetenschappen, maar ook helemaal in de klassieke retorica van Aristoteles, Cicero, Quintilianus. Maar de oude Aristoteles al wist dat de uitstraling van de spreker de krachtigste was van de drie. De andere twee zijn pathos en logos. Pathos, ken je publiek, daar kom ik nog op. Logos, duidelijk. De reden, het betoog, de inhoud, waar gaat het over? Maar ethos is dus de spreker, is niet het publiek, is niet de boodschap. Dat bent u. Uw ethos is dat wat wij denken over u. En wat de retorica heeft uitgevonden, en daar zijn we natuurlijk ook de empirische wetenschap op dit moment buitengewoon dankbaar voor, is dat dat grosso modo in 3 clusters uiteenvalt. Dat is interessant. 3 clusters die uw ethos bepalen. 3 clusters waarin wij denken over anderen, over elkaar. En de eerste gaat over prettig. U bent prettig. Ik ben prettig. Aangenaam om naar te luisteren. U welgezind. En u mij dan ook meteen welgezind. Prettig. Charme begint, charisma begint hier. Een enthousiast mens. Er zijn allerlei vormen rondom dat prettige, dat aangename, dat wellevende. Het heeft nog niks te maken met betrouwbaarheid, hoor. En ook nog niks met deskundigheid, hoor. We zitten helemaal in de charme. In dat onduidelijke gebied waarin we elkaar prettig vinden, om de een of andere reden. Sterk, dat is de eerste van de 3 clusters. Die bepalen hoe sterk of hoe positief ons ethos is. En of je daar ook iets in kan doen zelf. Daar kom ik straks op. Of je iets aan je ethos kunt veranderen. Of het kunt verliezen. Daar krijgen we het straks met Clinton ook nog over. De tweede groep, ook interessant. De tweede groep is competent, deskundig. Ambachtelijk. Hij weet het naadje van de kous. Moet je iets weten over... Zij weet het. Kennelijk een cluster die losstaat van de charme cluster. Een cluster waarin het gaat over, kan ik bouwen? Als ik iets vraag te doen of als ik een antwoord krijg over een informatie die ik heb gevraagd, dan ga ik dat niet meer checken. Als je de schijn weet op te roepen, dat je deskundig ergens in bent, dan is het merkwaardiger dat niemand meer daarna uit gaat zoeken of je het ook bent. Hoogst retorisch interessant. Gevaarlijk, zeker. Je kunt ethos ook verliezen. Hè?
Maar competentie, deskundigheid, ambachtelijkheid, belangrijke cluster. De derde, die ik als rechter natuurlijk ook altijd erg belangrijk vond wanneer het over mijn advocaten ging, is betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid. Wat zit er in die cluster van betrouwbaarheid? Geloofwaardigheid. Integriteit. Wijsheid. Oh, daar zitten de mooiste allemaal. Allemaal prachtige begrippen die, als je ze weet uit te stralen, een enorm effect kunnen hebben. De effecten van deze drie clusters die samen het ethos van een spreker of een mens bepalen, zeker als ze gezamenlijk gaan maken dat je een sterk ethos ontwikkelt. En dat mensen je dus zomaar gaan vertrouwen. Gaan geloven. Dat je ze kunt overtuigen. Dat zijn belangrijke dingen om te weten, omdat ze met elkaar een richting aangeven in, als je daarin geïnteresseerd bent, in een sensitiviteit. Wanneer je zegt, retorica is interessant, wanneer je zegt, ja, ik wil wel graag wat meer overtuigingskracht in mijn leven ontwikkelen dan ik nu doe, en waarom zou je dat niet willen? We leren omgaan met onze fouten, die maken we bij honderden. We leren om te gaan met conflicten. Ook niet eenvoudig, maar wel belangrijk. Er zijn een aantal van die essentiële vaardigheden in het leven. Waarom zou daar niet bij horen het vergroten van je overtuigingskracht? En hoe gaat dat dan? Kan dat? Ja, dat kan. En dat begint bij ethos, maar zeker. Maar dan zul je je wel moeten verdiepen in A, wie je bent, en B, hoe je overkomt. En C, het verschil daartussen. En dan zul je moeten verdiepen in de vraag of en hoe daar mee te werken valt. En of je inderdaad in staat zou kunnen zijn om je overtuigingskracht, en dat gaat niet alleen over taal, maar dus ook over ethos. Het gaat niet alleen over hoe je met je publiek omgaat. En het gaat over alle dingen niet, voordracht. Het gaat alleen maar over ethos. Jazeker, je kunt je ethos vergroten. Zeker. Moet je je best voor doen. Moet je niet kunstmatig maken. Maar het is wel zeker zo dat als je jezelf analyseert, als je jezelf onder de loep neemt, je dingen tegenkomt die interessant zijn. Weet je ook al lang. Maar in het kader van een gerichte analyse van het ethos waarover je zou kunnen beschikken, is het een mooie start. En het gaat dus niet over analyse, het gaat vervolgens ook over oefenen. Het gaat over kijken, het gaat over feedback. Het gaat over sensitiviteit in de communicatie. Mensen die retorisch willen leven, blijken sensitiever en empathischer te worden. Dat is interessant, want dat willen we allemaal toch eigenlijk wel. En je zult moeten zoeken waar bij ieder verschillend de schatten liggen. Maar die liggen er. En die hebben te maken dus, omdat dit de krachtigste ook nog is van de overtuigingsmiddelen, van de drie klassieken. Die hebben te maken met, ja zeker, ethos. Ethos doet er toe en je kunt er iets aan doen. Een heel concreet gebied waarop je kunt oefenen, naast de reflectie op jezelf, introspectie, is de voordracht. De voordracht. Voordracht is natuurlijk in de retorica een erg belangrijk onderwerp. Wat is voordracht? Voordracht is heel veel. Voordracht is mijn stem. Hoe gebruik ik hem? Hoe intoneer, hoe moduleer, hoe hoog, hoe laag? Zing ik of ben ik boos of ben ik vlak of ben ik verheven? De stem en de wijze waarop je de stem gebruikt in de voordracht bepaalt mede je ethos. En een stem, als er iets mogelijk is, al ging je maar naar een zangpedagoog. Je kunt je stem zo makkelijk mooier maken, beter maken, laten werken. Als het gaat over ethos, is je stem. En dan, je zou het niet geloven, want ik kan u niet echt heel goed zien, maar je ogen, het oogcontact. Je zou denken, dat werkt niet, hè? Allemaal mensen ver weg. Het oogcontact, ook dat weten we inmiddels, met de mensen voor wie je spreekt, is belangrijk. En omdat je niet iedereen tegelijk kan bekijken, kies je je steunpunten, onbewust. Maar je kunt dat leren. Je kunt dus ook met je mimiek, nou ga ik wat verder dan alleen van de ogen, kun je iets doen waardoor mensen vertrouwen in je krijgen, je aardig vinden, hè, dat is die eerste cluster, of denken, nou ik geloof hem eigenlijk wel, of hij is wel goed. Of het is van belang dat in die voordracht gereflecteerd wordt
wat je uit wil stralen en wat je ook uit kan stralen. En dat zit natuurlijk bij de voordracht in een heleboel dingen. Niet alleen in de stem en niet alleen in de mimiek en de gestiek. Het gaat er natuurlijk ook over wat de Italianen zo prachtig noemen sprezzatura. Toen ik dat woord voor het eerst las, was ik al meteen enthousiast. Wat een mooi woord. Ik wist echt niet wat het betekent. Sprezzatura. De schijn van moeiteloosheid. Prachtig. Alsof ik gisteren niet tot 2 uur, 's nachts, met druppeltjes mijn speech voor vandaag heb voorbereid. Nee, dat krijgt u niet te zien. Sprezzatura, de schijn van moeiteloosheid. Dat is een belangrijk ding in de voordracht. In de voordracht zul je dus niet alleen je ethos kunnen verbeteren door om te gaan, door te weten wat je bent en wie je doet en om te gaan ook met de taal, want in de taal zit natuurlijk voordracht, in de stijl die je kiest. Ben je helder, ben je correct, pas je in het decor, wat bij mij nog spannend is. En zo zijn er een heleboel van dat soort elementen die van groot belang zijn voor de waardering van de wijze waarop je voordraagt. Zeker. En zo kan je inderdaad werken aan je ethos. Je kunt je ethos, dames en heren, helaas. Je kunt het ook verliezen. Wanneer je het niet bewaakt, kan je het zo verliezen. De retorica is natuurlijk dol op al die mensen die niet zo geweldig veel ethos hebben. De zeurpiet. De bedweter. De ijdeltuit met zijn pirouetjes. De rommelaar met zijn leugenachtigheid. Het wordt steeds ernstiger. De sekteleider. Vrees hem. Hij is retorisch begaafd. Hij is gevaarlijk. Gezag. En magnetisme en al die prachtige dingen uit die 3 clusters, hij wel. Maar het is verkeerd gericht, de sekteleider. En zo zijn er dus, als je eens even gaat kijken naar wie dan in ieder geval niet zo erg retorisch zijn of het verkeerd zijn, dan kom je veel tegen van mensen die of hun ethos nooit ontwikkeld hebben, of het alweer verloren hebben, of hun ethos geweldig ontwikkeld hebben, maar in dienst stellen van een doel wat niet iedereen zo buitengewoon fraai vindt. Clinton. Bill Clinton. Dat was een president met een groot ethos. Hij slaagde erin het publiek de indruk te geven dat hij er voor ieder van hen persoonlijk was. En hij belde ook terug. En hij wist ook de namen, nog allemaal. Dat is erg sterk. Maar hij deed het. Hij bouwde daar een ethos mee op naast zijn middle class Arkansas, ethics, allerlei dingen die ook maakten dat hij bij grote groepen democraten precies was wie hij moest zijn, werd hij een president met een groot persoonlijk ethos. En dat ethos zat hem voornamelijk in cluster 1. En u weet nu, dat is de aangename cluster. Of hij nou betrouwbaar was, maar het is niet gebleken van het tegendeel. Deskundig gaat het niet over. En toen kwam er ineens Monica Lewinsky. Stagiaire, psychologie, Witte Huis. En er gebeurde wat tussen Lewinsky en Bill Clinton. En dat bracht hem in de problemen. Zeker in het soms toch wat puriteinse Amerika. We gaan kijken hoe hij bekomt van het verlies van ethos na deze affaire. En hoe hij de natie toespreekt om te trachten dat ethos te repareren. Indeed, I did have a relationship with Ms. Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part for which I am solely and completely responsible. But I told the grand jury today, and I say to you now, that at no time did I ask anyone to lie, to hide or destroy evidence, or to take any other unlawful action. I know that my public comments and my silence about this matter gave a false impression. I misled people, including even my wife. I deeply regret that. Dankjewel. Ik zal u de vraag besparen of hij met deze redevoering zijn ethos heeft gered. Dat is namelijk niet zo'n hele makkelijke vraag.
Hij staat voor een onmogelijke opgave. Hij zou gewoon aan de knieën van Hillary moeten zijn in plaats van hier. Hij zou hele andere dingen moeten doen om zijn ethos op een andere manier te redden. Maar hij moest ook dit, want hij was president. En hij dreigde via een impeachmentprocedure geen president meer te zullen zijn. Dat is er uiteindelijk niet van gekomen. En daarbij speelde deze redenvoering een grote rol. Deze redenvoering is een interessante redenvoering. Niet alleen omdat hij tracht zijn geschonden ethos te repareren. Dat lukt natuurlijk nooit helemaal. Maar ook omdat hij vanuit de positie van zijn rolethos, en dat wil ik dan nog even benadrukken, vanuit zijn rolethos ook moest optreden. Hij moest ook omgaan met het Amerikaanse volk. Dat is lastig als je thuis iets moet te doen hebt en je met het Amerikaanse volk iets te doen. En je kracht was juist het feit dat je zo persoonlijk kon omgaan met de Amerikaan. Dan heeft hij hier een redelijke prestatie geleverd. Hij mocht blijven, maar het ethosverlies is nooit helemaal goed gemaakt, denk ik. De wijze waarop hij dit deed, had overigens allerwege bewondering, omdat hij voor de draad kwam. Weliswaar wat laat en weliswaar wat juridisch ook. Maar ja, je moet wat. De Republikeinen hadden hem graag opgehangen en dat is niet nodig geweest. We gaan nou eens kijken, straks, hoe je nou met het tweede overtuigingsmiddel omgaat. Het publiek. Ken je publiek? Lees je publiek? Ken de mens? Pathos. Daar zullen we het straks over hebben. Dank u wel.